Hoi iedereen, daar ben ik weer. Ik heb vandaag weer een shoplog voor jullie. Ja, alweer. Maar dit wordt de collective shoplog. En ik ben vandaag op donderdag ben ik eventjes naar Mierlo geweest. Ik ging naar de Hema en naar de Kruidvat. Veel dingen in de uitverkoopbak. Lipliner van Catrice in een rode kleur. Voor 1 euro. The roof is on fire. En dit is gewoon zo'n draaibaar dingetje. Dit is de kleur. Dan kocht ik ook nog van Catrice een transparant poeder uit een highlight poeder uit de kortingsbak voor 2,50. Hij is roze zoals je kan zien, een beetje roze goud. En van Limited Edition Eve in Bloom. Dat was wat ik kocht bij de Kruidvat. Dan bij de Hema kocht ik wat kantoorartikelen, om het zo even te noemen. Als eerst kocht ik deze Hema CD-DVD-markers. Ik ben even mijn cd's kwijt, maar met zijde en zo had ik cd's. Maar ja, komt allemaal wel. Deze waren 2,60 voor 2. Dit is een rode en een zwarte. Maar het is ideaal dus om op cd's te schrijven. En ik was die laatst aan het zoeken. Dus nu heb ik ze. Bam. Dan kocht ik ook iets wat ik al laatst aan het zoeken was. En nou zag ik ze, want ik dacht dat bij de Hema hadden ze het toch. Inktpatronen, cartridges, 20. En nog een keer 20. Ik heb 20 zwarte en 20 blauwe. Het zijn gewoon van die dingen die je in een vulpen doet. En ik schrijf echt even met vulpen, want vulpen is fijn en mooi. En die waren 1 euro per stuk, dus 2 euro voor 2 jaar. En ik kocht nog sticky notes. En ik kocht deze. Ik vond ze heel schattig en leuk. En ik had ze al vaker gezien en nu dacht ik echt van, ik koop ze gewoon, fuck it. Ze waren 2,95 euro, dus bijna 3 euro. Ik vind ze leuk. Ik vind vooral deze langwerpige fijn. Maar ik dacht van ja, weet je, ik doe het gewoon. Ik koop ze, want ik had ze dus al heel vaak gezien en niet gekocht. En dit was dit deel. Van gisteren, zaterdag 26e. En ik ben naar Eindhoven geweest. Ik heb niet heel veel gekocht, gelukkig. Want ja, dan moest er ook nog eens bij komen. Ik heb al heel veel geld uitgegeven. En ja, als eerst ging ik naar de Six met Sirea. Ik was met Sireen in Eindhoven. En het was sale. En ik kocht, Sireen kocht twee dingen. En ik kocht één ding. En het was drie voor twee. Dus we hebben de prijs gewoon gedeeld. En we kochten allebei deze ketting. En ik vind het echt super nice. Want ik zal hier even een foto plaatsen. Waar ik aan moest denken. Toen deze ketting zag en ik was helemaal verliefd. 13 euro na 3 euro afgeprijsd. En als we de prijs gedeeld hadden, kwam ik op 2 euro. De foto die ik heb laten zien net, die is van Griekenland vorig jaar. Dan ben ik naar de bodyshop geweest. Gewoon volwassen. Ik had een lijstje gemaakt met dingen die ik van de bodyshop nog wil hebben. Van de kerstcollectie of wintercollectie had je nou ook zo'n ginger nog iets... lijn. En ik wou daar een paar dingen van hebben. Maar toen zag ik op een gegeven moment dit blik staan. En ik vond het blik echt super schattig. En het is super groot. En dit zit allemaal van de mini productjes. Van die mini productjes in. En het ruikt echt super lekker. Dit zijn de producten. Deze is full size. Dit is een douche gel. Die is normaal iets van 10 euro dacht ik. Ik heb voor dit blik 20 euro betaald. Of ja, eigenlijk iets minder. Omdat ik 10% krijg met mijn pas. Dit is een douche gel van... Ginger Sparkle heet de lijn. En deze is 250 ml. Dit is de full size. Dan zit er een 75 ml body polish bij. En ik wou dus een body polish hebben. 250 ml of zo. Ook 10 euro. Dus ik dacht van ja, dan koop ik deze wel gewoon. Want deze gaat dan sowieso denk ik op in de winter. En anders loop ik alweer mee te hannissen en zo. Een mini van een body butter. En de bodybuilders full size zijn 16. En een zeepje in een hartje. Nou, hij is heel lekker. Dus ik kocht dat blik voor 20 euro. En ik hou van... Ja, in de winter vind ik het echt lekker als je kerstgeur en wintergeur. Ik hou er wel van. En ik weet dat ik heb heel veel shower gels. Maar ik vind deze wel ik al zo lang hebben. En ik kon hier ook de bodybuilder van. Maar ja, daar wacht ik liever nog even mee. Dit is een Vineyard Peach. Deze ruikt naar persik ijsthee.
En deze was 7 euro. En in totaal ging er 2,70 euro vanaf door mijn korting. Dus ik was 24,30 euro kwijt. Toch nog best wel veel. Ja, ik kan weer even vooruit. Er zit in Eindhoven ook nog een Starbucks sinds kort. En ik was daar ook geweest. En ik had de limited edition dinges. Ik had de pumpkin spice latte. En hij smaakte gewoon een speculaaskruiden en zo. En dat was super lekker. En hij was iets van, dit is een kleine en die was 4,13 of zoiets. Of 4,15. Ik zou hem zeker aanraden. Hij is echt lekker. Starbucks dus vind ik wel leuk, zeg maar. Maar het is, ik moet het niet te vaak doen. En ik ben bang dat nou eens in Eindhoven dat hij zit. Ben ik bang dat, dat ik er te vaak naartoe ga. Ik was nog wat dingen vergeten te halen. Dus ik moet binnenkort toch weer terug. Maar ik weet niet wanneer ik weer ga. Ik was wel een beetje boos. Want bij de H&M had ze een leuk jurkje die ik al heel lang wou. En nu was hij ineens in de sale. En op de site was hij niet in de sale. Dus ik moet binnenkort even in Helmond Centraal gaan kijken. Wow. Want ik vond het niet kunnen dat ze alleen maar 1,34 hadden en meer niet. Ik zeg nu doei. En doei. Hoi iedereen. Ik heb weer een deel van de shoplog voor jullie. En ik ben net even naar de stad in Helmond geweest. En ik heb wat dingen gekocht. Ik ging eigenlijk voor maar een paar dingen. En ik ging met Sireen, dus het is weer een beetje uit de hand gelopen. Als eerst gingen we naar de Big Bazaar. Daar kocht ik voor 60 cent dit snoep. Dit is Cotton Boom Gum of zoiets. En ik heb de helft ongeveer op. En dit is gewoon cotton candy, alleen dat wordt kauwgum. Cotton candy, zo zou ik het. En het zou ook moeten knetteren, maar dat valt eigenlijk best wel mee. Er zitten gewoon een paar stukjes, hardere stukjes in dus. Ik heb nieuwe medicijnen opgehaald. Ik pak gewoon even een bondje. Oh ja, dan ging ik naar de ganzenveer. Dat is een boekenwinkel waar ik naar moet. Daar kocht ik een boekenlegger. En ik lees veel de laatste tijd. Of ja, niet veel. Maar ik lees graag de laatste tijd. En ik vind het altijd fijn om toch een boekenlegger te hebben. En dit is een magnetische. Dus dan kan je zo. Woep! En ik vond deze wel mooi. Het is met een deurachtig iets. Deze was 1,95. Was ik nog even naar de Bachsmith geweest, Siri en ik wou even kijken naar Disney films voor Evie en Novas en haar nichtjes. En toen was er zo'n bak en zo met dvd's voor 5 voor 5 euro. En ik zag er één dvd en vroeg ze van, ja, hoe duur is die per stuk? Toen had hij 1,80. Ik moest hem gewoon even hebben. Dit is een dvd van Avril. Avril Lavigne, Skater Girl. Ik hou van Avril. En ik krijg binnenkort ook mijn nieuwe. Avril CD binnen, jee, want ik heb hem gereserveerd. Om daar even over te spreken, voordat ik ging, kreeg ik een bol.com pakketje binnen. En ik had bij bol.com mijn CD van Avril gereserveerd. En toen had ik net niet aan de 20 euro zonder cent kostte. Dus ik van ja, na. En toen kocht ik een boek, wat ik al best wel lang wou, maar iedere keer niet van kwam. En het was 7,50 en dacht ja, nou dan gooi ik het er gewoon bij, want ik moest het voor 3,50 of zo even bestellen. Van ja. En dat is dit boek. Taal is zeg maar echt mijn ding van Paulien Cornelissen. En volgens mij is het echt fucking grappig om te lezen. Ik vond die voorkant er altijd zo leuk uitzien. Dan ben ik nog even naar de Sale H&M geweest. In Helmond hebben wij een Sale H&M. Dat was onze, waar eerst onze oude H&M zat. En ik ging daar eigenlijk voor een jurkje. Want ik was boos in Eindhoven. Ik was heel boos. Volgens mij heb ik dat ook gezegd, maar dat maakt verder niet uit. En toen zag ik deze broek. En deed me een beetje denken aan Avril. Deze was van 25 euro naar 10 euro afgeprijsd. En ik heb er maar 7 voor betaald, want alle broeken waren nu 7 euro. Maar ik dacht van, ja, weet je, voor 7 euro een broek. En dit is leuk, want dit is met hokjes. En Eiffelstaal. Nee, dat is weer overdreven. Ik vond hem wel leuk. En dacht, hey, fancy. Love that one song on the wall. Used to mean something. En ik kocht het jurkje. Ik heb hem gebonden. En ik kocht mijn 38 en ik dacht van ja, het zal wel. Liever te groot als te klein. En dit is een, niet een baseball jurkje. Wel baseball, maakt niet uit. Dit is een jurkje die in skaterskirt valt. En ik vond hem wel, het lijkt er net of je echt een topje met een skaterskirt aan hebt. Dus ik vond hem wel leuk. En ik vond hem wel leuk toen ze hem net hadden. Maar toen was hij 20 en toen dacht ik van, oh, no, kan ik hier 20 euro voor betalen. Die koop ik altijd in de sale is. En hij is... Ik heb er volgens mij ook 7, ja, ik heb er ook 7 euro voor betaald. Nou, daar ben ik weer. Ik ben even verhuisd van plek.
Ik ben even naar boven gegaan. Om nog één winkel te gaan waar ik eigenlijk naartoe wou. Ik kocht water. Waar ik eigenlijk nodig had, maar ik eigenlijk niet veel gedronken heb. Dus ik ga echt even deze fles leeg drinken of zo. Want ik heb echt veel te weinig gedronken. Ik vergeet gewoon te drinken. Kit Kat Chunky. Want ik had daar gewoon zin in. Of zo. Ik heb gewoon zin in chocolade de laatste tijd. En ik kocht Oosterhoutse dropstokjes. En dat zijn gewoon van die oud-Hollandse staafjes die ook in kaneelstokjes en een kersendingetje. Maar ik dacht, dit is wel lekker. KitKat was 70 cent. De water. Het water was 1 euro en de dropstokjes waren ook 1 euro. En dat is hetzelfde van 135 gram. En hij is goed tot 2015. September 2015. Dan kocht ik een doos die ik eigenlijk de vorige keer of een paar keer geleden ook al wel koop. Maar toen had ik hem niet gekocht of zo, ik weet niet waarom niet. En nu dacht ik ineens van, hey, jou was ik een keer aan het zoeken. En toen wou ik hem een keer kopen en toen hadden ze hem niet. Dat was het. Deze opbergbox. Helaas hadden ze de kluisjes niet meer. En ja, ik hou van reizen, dus ik kocht deze. Je hebt hem ook natuurlijk met Cuba en Berlijn, volgens mij in Rome. Maar ik dacht van ja, beginnen gewoon met deze. Dat is gewoon een doosje. Ik weet niet of je hem zo moet houden of zo. Maar ik vind het grappig. Dat is leuk. Deze was volgens mij 5 euro of 6 euro of zo. 6 euro. En dan het grootste waarvoor ik eigenlijk ging. En ik ging eigenlijk voor een aantal van deze dingen. En dit was een ellende om de fiets mee terug te nemen. Maar dit foto hart, dat past niet eens in beeld. En dit is een hart. En deze had ze in het wit, zwart en zilver. En ik... met zilver onder mijn kamer, dat zien jullie, en zwart. En mijn kast is trouwens wit, dus er zijn wel de drie kleuren die om mijn kamer voorkomen, zeg maar. En ik vind het altijd zo leuk om allemaal foto's, collages te doen en zo, dus... Ik kocht deze. En er is nou nog eentje die op mijn wishlist staat. Maar die kreeg ik sowieso niet meer op de fiets, die was echt super groot. Hierin kunnen foto's van 10x15 en 10x10. Zo! Ja, zo kan hij. Die was trouwens, die was in de aanbieding. Die was van 10 euro afgeprijsd naar 7,50. Ik heb 2,50 eraf. Voor mij 7,50 of zo. Maar ik vind 10 euro ook helemaal niet duur voor zo'n collage ding. Dat was het zenuw. Voor nu zeg ik doei. Jullie gaan waarschijnlijk zeggen, Eline, je shopt weer veel te veel. Valt reuze mee. Hoi iedereen, daar ben ik weer eventjes met een stukje. Ik heb vandaag 31 oktober weer een beetje geshopt bij de Kruidvat. Ik heb echt heel weinig energie. Ik kocht Kinderbueno, want dat is gewoon lekker. Ik zag dat deze verrukkelijke Dame snacks in de aanbieding waren, dus die kocht ik ook. Toen was ik toch aan het rondkijken en toen zag ik facial cleansing wipes. En deze gebruik ik om zwartjes eraf te halen. Dan schepte ik nog een zak snoep. Met onderin krijtjes. Van die gemengde staafjes. Van die muizenpieletjes noemde mama die altijd vroeger. Ik weet niet hoe die heette. Volgens mij dropstaafjes of zo. Kaneelkussentjes. Wat kersjes. Zure wormpjes. Van die gedraaide spurreldingen. En heksendrop. Oh ja, en nog een beetje van die hoesdrop. Ik heb zo'n Kruidvat voordeelpas. Met die voordeelpas kon je korting. Of kon je twee Catrice nagelakken. Voor... 1 plus 1 gratis, zeg maar. Je kon er maximaal 8 kopen. Dus ik kocht... Ik had nog een paar op mijn verlanglijsten. Daar zal ik even mee beginnen. Van de Ultimate Nudes Meet Me à Paris. Hij lijkt heel wit, maar hij is parmoer. En nummer 30 van de gewone Lilactic. Deze is ook heel licht paars met een mooie gouden shimmer erin. Had ik deze ook een tijdje op mijn verlanglijst staan, maar ik... Ja, het is zo'n wel niet ding, weet je wel. En dacht van, ja, nou hebben we toch die korting ding. En ik koop het altijd als het 1 plus 1 gratis is eigenlijk. Of 50% korting of zo. Of als er een opruimbak ligt. Dit is 37, die Effect Maker. En dit is een bruine kleur. En nou vind ik hem veel mooier dan in de winkel. Met een roze glans en gouden glans. Nummer 15, Denim More. En dit is een blauw denim kleurtje met kleurtje. Met een hele mooie shimmer erin. Een beetje paarsblauw. Deze lakken. Van alle Catrice nagellakken gingen er 5,98 vanaf. Hier voor deze snoepzak
3,53 voor betaald. Voor de kinderbueno 1 euro. Nulka snoep ook 1 euro. En de reinigingsdoekjes waren 60 cent. Oké, ik zeg nu doei. En tot de volgende keer. Doei. Ik zie er niet echt uit. Ik heb wel make-up op en zo. Maar mijn kleding is echt flubberig. Maar dat komt omdat ik vandaag een crea dagje heb. Ik wil toch nog even iets stukje opnemen van mijn shoplog. En het zat al een paar dagen op de planning. Want ik kreeg het ineens vrijdag binnen. Dat is namelijk dit. Dit is de cd van Avril Lavigne. De nieuwe, de vijfde cd. En hij heeft eigenlijk geen titel. Want hij heeft volgens mij gewoon Avril Lavigne. Ik heb hem al een paar keer geluisterd. Dit is de voorkant en hij is heel mysterious. Hij is echt nice. Hij is echt, er staan echt zo mooie nummers op. Rock and Roll, He's Never Growing Up en 17 zijn nummers die alweer oud zijn voor mij. Omdat ik ze al wel kapot heb gedraaid. Omdat ze natuurlijk al begin dit jaar kwamen ze allemaal een paar al uit. Het duet met haar man Chad Kroeger van Nickelback is echt geweldig. Ik zal misschien hier even nog iets posten of zo waar je het ook in hoort. Misschien ken je het nummer zelf al. Misschien heb je deze cd ook. Maar ik ben hier echt super blij mee. Dit is mijn baby. Ik ga dit koesteren. Ik hou van Avril. I'm a little bit obsessed with her. But yeah. Ja, dit was de shoplog. Van eind oktober. Ja, oké. Begin november. Maar deze kreeg ik dus 1 november binnen, maar ik vond dat hij al bij de oktober shoplog hoorde, omdat ik die gelijk besteld had met het boek. Dus ik zeg nu doei.